Twee mannen zijn gistermiddag om het leven gekomen als gevolg van een aanrijding aan de Koppenameweg in het district Saramacca. Het gaat om de 73-jarige Guyanees Patrick Tulsi en zijn mede-inzittende, de 69-jarige Amerikaan Frank Manning. De mannen reden in een personenauto die in botsing kwam met een vrachtwagen. Uit het politieonderzoek is vastgesteld dat Tulsi als bestuurder over de Koppenameweg richting Paramaribo reed. De vrachtwagen kwam uit tegenovergestelde richting. Ter hoogte van kilometer 69 kwam Tulsi tijdens het beschrijven van een bocht naar rechts met zijn voertuig op de rijhelft van de vrachtwagen terecht. Het gevolg was een nagenoeg frontale botsing. Tussen de twee voertuigen ontstond er dus een botsing. Na de botsing kwamen beide voertuigen in de goot langs de weg. Tulsi en Manning zijn ter plaatse overleden. De vrachtwagenbestuurder kwam met de schrik vrij. De ontzielde lichamen zijn door de politie voor lijkschouwing in beslag genomen. Met dit dodelijk ongeluk is de verkeersbarometer gestegen naar 66.